Ik kom er stilaan weer bovenop, dankzij de raad van mijn dokter. Ik moet me mijden van al te zwaar werk en al te licht bier. En soms moet ik ook eens een lichte ontspanning hebben. Deze ontspanning bestaat er nu in af en toe een aloude en rustige boerenherberg te betreden waar gekaard wordt en vogelpik gespeeld. En waar men bovendien het leven, de ziekten en de dood der dorpsgenoten bespreekt. Een steeds boeiend en opwekkend onderwerp, als ik het zeggen mag. Vorige maandag was het de allereerste keer dat ik deze herberg betrad. 50 jaar geleden bestond zij ook al, maar toen droeg ze de naam van Afspanning. Uit die tijd staan er nog steeds de drinkbak voor de paarden bevijzigd tot parkeerplaats. De rest is hetzelfde gebleven. Ik geloof zelfs dat er nog pinten uit die tijd niet omgespoeld werden. Midden van de gelagzaal ontstond onder de andere verbruikers, zoals ook gebeurt als een vreemde kikker in een stil watervlak een duikje komt nemen. Hier en daar bloeide zelfs een lachje op. Ja, ja, het is hij, hoorde ik. Zoiets maakt me altijd zenuwachtig. Het is niet van aard om me er weer bovenop te helpen. Vooral omdat ik dan steeds van die onmogelijke vergissingen bega, als aller blikken op mij zijn gericht. Met deze blikken in de rug ontdeed ik me van de overjas en ging die aan de haak hangen. En meteen begon het al. De jas bleef niet hangen, maar zakte aan mijn voeten neer in de herbergvloer. Er begon gegichel te bloeien, alsof ik weer iets heel grappigs had bewerkstelligd. Ik raapte de overjas uit de vloer op, hing ze voor de tweede maal aan de haak en zag ze voor de tweede maal op de grond terechtkomen. Het gegichel werd nu luider lachen. Ze vonden het blijkbaar een goede stunt. Ik vond ook wat, en namelijk dat het lusje aan de overjas was losgekomen. Het zat maar aan één kant meer vast en was dus in feite geen lusje meer. Ik gooide de jas dan maar over een stoelleun en ging zelf op die stoel plaatsnemen. Men bleef me maar verder aankijken alsof men me nog meer domheden van me verwachtte. Bijvoorbeeld me naast die stoel te zetten en met een plof op de vloer te neerkomen. Toen kwam het dienstertje. Echter niet om een verzoek te aanhoren, doch om zelf met een verzoek uit te pakken. Ze schoof een nog ongebruikt bierkaartje in mijn richting en zei: we verzamelen de aantekeningen van alle beroemdheden die hier binnenkomen. Ik tekende het bierkaartje, maar terwijl ze er zijn vlugge blik op wierp, begon haar gezichtje te betrekken. Ze voelde zich zichtbaar belogen en bedrogen. Nee, dat is niet mooi, zei ze. Je moet met je ware naam tekenen. En omdat ik haar iets wat dom aanstaarde, gooide ze er meteen achter: we weten dat ge de Sander zijt uit de schipper naast Mathilde. Ik heb het thuis niet durven vertellen, want ik weet dat ze me in het vervolg nog alleen als de Sander zullen aanspreken. En dat is het laatste wat ik in het leven heb verwacht. Ik hoorde gisteren nog een verhaaltje dat me eerst wel wat ver gezocht leek, maar me achteraf toch stof tot nadenken gaf. Want op de keper beschouwd, dacht ik, zou ik zelf zoiets kunnen beleven. Doch ik vertel het eerst en vooral, we kunnen er achteraf nog eens over nakaarten. Het gaat over een man die met zijn wagentje diep in de nacht over een heel verlaten weg hobbelt. Hoe weet u dat gaat, hobbelen, hobbelen maar, en in de lichtstraal van de koplampen naar de weg kijken, en ondertussen ook wel wat piekeren over allerlei. Dan voelt de man dat er iets aan zijn wagentje scheelt. Het wil steeds naar links uit, alhoewel hij toch al aan moeite doet om het naar rechts te houden. En ondertussen ook hoort hij ook een verdacht geluid, hots, bots, hots, bots. Dat zal iets met de band zijn, denkt hij. Hij stapt uit en gaat kijken. En er is inderdaad iets met de band. Die is zo plat als wat. Misschien in een nagel of zo gereden. In elk geval,
Het enige wat hem te doen staat, is het reservewiel in de plaats van het wiel met een lekke band te brengen. En dat wil hij dan ook doen. Maar wat hij ook zoekt, hij vindt de kruk niet om het wagentje op te tillen. Ze ligt niet in de koffer, ze ligt niet achteraan in de rommelbak en ze ligt ook niet ook onder zijn voeten. Nee, ze ligt nergens, want hij denkt er meteen aan dat hij zelfs niet eens een kruk heeft. Dat is vanzelfsprekend een nadeel, vooral op een ogenblik dat men zo'n kruk brood nodig heeft. Het enige wat hem te doen staat, is op zoek te gaan naar een garage en daar een kruk te kopen. Ja, dit lijkt hem het beste. En dus begeeft hij zich op weg, te voet, door nacht en kou en duisternis. Ondertussen piekert hij voort, zoals hij ook in zijn wagentje zat te piekeren. Maar een nieuwe, kwellende gedachte komt zich hieraan toevoegen. Wat gaat zo'n kruk wel kosten? Zo stapt en stapt hij en denkt hij, die garagist gaat er natuurlijk van profiteren. En hij gaat denken, haha, een die geen kruk heeft, die ga ik eens lekker doen betalen. Hij kan makkelijk 500 frank vragen, dankt de man, al stappend door de duisternis en de kou. En ik moet hem dan bovendien ook nog uit bed halen, dat gaat hem kregelig maken. Hij zal er dubbel en dik van profiteren. Hij kan van gemakkelijk 1000 frank vragen. Dit denkbeeld wint de man steeds meer en meer op. Verbitterd heeft hij het in zichzelf over garagisten die alleen maar blij zijn als iemand zijn wagentje stuk rijdt. En die humeurig uit hun warme bed komen en dan hun oude rommel op zoek gaan naar een slechte kruk die geen cent meer waard is. Hij kan er gemakkelijk 1500 frank voor vragen. Ja, en dan komt onze man eindelijk aan een garage waar alles potdicht gesloten is en hij de garagist uit bed moet halen. En waar tenslotte boven ook een raam open gaat en iemand naar buiten komt kijken. En woedend kijkt onze man naar dat raam op en schreeuwt hij, ik moet uw kruk niet hebben. In de bittere kou stond ik vrijwel heel alleen op de tram te wachten. Over het lege plein scheerde een Siberische wind die als een mes aan mijn geraamte schraapte. Uiteindelijk zag ik de tram komen aanrijden, alle ruiten versierd met ijsbloemen. Het leek er echter meteen op of weer D-dag was aangebroken en de invasie begon. Vanuit alle hoeken en gaten, van onder overkappingen en uit portieken kwam een bandeloze horde aanhollen en zich op de tram gooien. Ik ging in deze storm ten onder. Zeker ogenblik werd ik naar de diepte gesleurd en vreesde ik onder de tram te geraken in plaats van er binnenin. Maar de vloedgolf joeg me weer opwaarts en samen met een om zich heen graaiend buitenmens spoelde ik het platform op. Nieuw aanrollende stootroepen gooiden ons tegen de andere buitenwand aan. Astrakaanmutsen gingen verloren en wild werd er rondgeschopt op valiezen en koffers. Een dame ging in deze massa heftig tekeer. En toen iemand haar opkomende hysterie de kop wou indrukken met rustig te zeggen, kalm nu dametje, u bent er nu toch op, antwoordde ze haar snikkend, ik moet er niet op, ik wou eraf, maar ze joegen me weer naar binnen. Hier en daar weer klonk harteloos gelach, maar het werd onderbroken door een angstige stem van het buitenmens dat schreeuwde, Nicole, waar ben je? En toen hierop geen ego viel waar te nemen, ging ook zij warempel aan het huilen. Nicole, en je weet het, ik heb geen geld bij me. Nu, dat vond de anderen wel een akelige situatie, zodat men van alle kanten begon te schreeuwen. Nicole, Nicole. Een schraal stemmetje antwoordde uiteindelijk. Ik hang hier moe, aan de buitenkant. We konden haar niet zien. Nicole, maar aan haar vervroren stemmetje konden we wel afleiden dat ze op de buitentree vasthing. Aan de ijzeren stang.
Val er niet af, riep Moe van binnen. Wat blief, hoorden we aan de buitenkant. En iemand die tussenin stond, begon voor tol te spelen. Er niet afvallen, zei, want je Moe kan haar rit niet betalen. Opnieuw brak het lachen los. En net toen ik achter de rug een stilte oorde intreden, zei ergens een stem onderaan, heel stil, heel beleefd. Meneer, mag ik mijn sigaretje buiten gooien? De grapjas van daarnet vond hier ook nog op wat. Ja, gauw, zei hij, als het maar een sigaretje is, we hebben toch wat meer ruimte. Toen was er de tik op het glas van de binnendeur en verscheen de man met de pet en de leren tas vol geld. Voor u, meneer, zei hij, meteen tot het dichtstbije slachtoffer. Nou, als het kan, voor mij een eten kop koffie, zei die. Hij kon er niet om lachen, de ontvanger. Zijn neus was blauw en zijn handen zwart vervroren. Geen grapjes, alstublieft, zei hij. Het is er te koud voor. Nu denk maar gewoon dat ik La Fontaine ben, want ik ga een paar fabeltjes opdissen als het mag, die ik ook ergens elders heb gehoord. En dan nog fabeltjes met een moraal, zoals het hoort. Want fabeltjes bestaan om de moraal. Meer zelfs, ik zou zeggen, geen moraal, geen fabeltjes. Hier gaat aan het eerste. Het musje en de paardenvijg. Op zekere dag zegt pa Mus tot de jongen in het nest, nu worden uw kopje stilaan te dik, niet meer over de rand van het nest kijken, want dan plof je naar beneden en gaat de grote kat je te pakken krijgen. Dit gezegd hebbend vliegt pa Mus weg naar het dagelijkse werk. De oudste in het nest denkt echter, ik zou die grote kat toch wel eens willen zien, die zal niet zo gevaarlijk zijn als men zegt. Ze buist zich over de rand van het nest heen en jawel, daar ploft ze naar beneden op straat. Tjip, 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 tjip. En daar komt ook al de grote kat aan. Goeie raad is nu duur en het musje ontdekt nog op het laatste nippertje een paardenvijg. En het kruipt daar tot over de oren in. Het krabt zelfs nog wat verspreide resten over zijn kopje heen om toch maar ongezien te blijven. Maar onervaren als het is, blijft het ook nog daar tjip, 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 tjipen. En de kat kijkt rond en denkt, als ik me niet vergis, zit ze daar in de paardenvijg. Met haar poot slaat ze de vesting open, haalt de verstekeling naar buiten en kaapt ze naar binnen. En nu komt het mooiste, zoals ik zei, de moraal. En deze is, als je tot over uw oren in de dingen zit, je weet wel, dan moet je zwijgen. Wel, als u deze niet mooi hebt gevonden, dan moet u niet verder meer horen, want de rest is navenant. Die heet de staart en de Cadillac. Hier gaat ze. Zekere keer zijn de vos en het konijn op zwier en laat in de avond, dit is vroeg in de morgen, keren ze huiswaarts. Het konijn is echter zo zat als een patat en de vos zegt, het geeft niet, zet u op mijn staart en ik breng u huiswaarts. Dat lukt best en de week erop volgend zijn ze weer op hun lappen, maar nu is de vos crimineel zat en het konijn zegt, goed, zet u op mijn staart en ik breng u huiswaarts. Helaas, dat lukt deze keer niet, want het konijn heeft geen staart de moeite waard om te vernoemen. Zo gauw het begint te rennen, valt de vos dan ook in de grond. Ze beproeven het nog eens en nog eens, vergeef ze moeite. En dan zegt het konijn, ik weet wel beter, ik haal mijn Cadillac. Wel, ook hier kunt u allerlei aan vastknopen, dat wat met een moraal heeft te maken. Maar het mooiste lijkt me toch dit. Als je niet beschikt over wat elk fatsoenlijk man moet hebben, dan moet je een Cadillac hebben. Ze zijn een beetje ondeugend, deze fabels, dat is waar. Maar ze zijn waar. En dat is tenslotte het voornaamste. Ze voelde zich niet al te best, tante Coe.
Haar zenuwen die haar steeds erge parten begonnen te spelen. Ze had dat wel meer, maar het bleef dan meestal bij een beverig gevoel en iets dat haar op de lever lag en ze niet van het hart kon krijgen. Nu was het echter een crisis. De tranen sprongen haar zomaar in de ogen, ook als ze geen uien aan het schoonmaken was. De pilletjes hielpen niet meer. En uiteindelijk zei de dokter, je moet er eens uit. Het is nu net wintersport in Chamou en andere niksen. Ga daar eens een been breken. Dan heb je wat anders om je zorgen over te maken. Zo haalde tante Co en haar echtgenoot het appeltje tegen de dorst tevoorschijn. En ze betaalden hiermee de nachttrein die hen naar besneeuwde hellingen moest brengen, waar men met kabelspoor opgaat en met ski weer naar beneden komt. Het dochtertje van tante Co bleef alleen achter. Tot daar had de dokter helaas niet gezegd dat ze er eens voor haar zenuwen uit moest. En bovendien was ze als dactylo bij een baas die nooit eens zei, je kunt mijn brieven naar Chamonica meenemen en ze daar tikken. Nee, ze bleef de brieven tikken in haar gewone werkkokje, bleef er onder de middag haar broodjes eten en begaf zich in de avond naar een verlaten woning waar ze eerst de kachel had op te porren en daarna haar soepje te koken. Na een paar dagen vond ze ook een brief van moe en pa. Ze verrichtte eerst oververmelde bezigheden om er daarna rustig te kunnen bijzitten. Het was pa die schreef. In enthousiaste bewoordingen had hij het over het landschap en de sneeuw, de witte bergtoppen en de gezelligheid van het hotelletje. En heerlijk vond hij het ook hoe lekker ze daar bediend werden. Om 8 uur hadden we een gezamenlijk maal. Het was hertensoep en daarna wienerschnitzel met warme worstjes. We namen een fles mee naar boven en hebben daar lang over nagepraat over het mooie dat we in de loop van de dag hadden meegemaakt. Daar zat het dochtertje van tante Co van te genieten. Fijn, zei ze. Nu gaat moe er helemaal bovenop komen. Toen las ze verder, want er was nog een postscriptum van moe zelf. Een postscriptum dat er ernstig was bijgekrabbeld, zonder het pa nog te laten lezen, om daarna de omslag dicht te likken en in een besneeuwde bus te gooien. Postscriptum, het is allemaal niet waar. We zitten hier in ons eentje op die ongezellige hotelkamer en ik heb wat gehuild. Nu huil ik thuis ook wel, maar het is veel prettiger het daar te mogen doen dan in de vreemde. Je moe, die nooit meer naar dat geleuter van die dokters luisteren gaat. Nu heb ik een heel mooi verhaaltje voor u, een sprookje dan nog. En zelfs als u het sprookje niet van houdt, je moet het dan toch maar helemaal beluisteren, want de slot ervan is iets heel onverwacht dat je nog nooit in een sprookje hebt meegemaakt. Het gaat over een zeer arme straatmuzikant die aan de uitstalling van een muziekhandel naar binnen kijkt en daar een heel mooie viool ziet liggen. En hij denkt, moest ik die viool hebben, dan zou ik heerlijke muziek kunnen maken en daar bovendien nog heerlijker veel geld mee verdienen. Maar ja, die viool is een echte Stradivaar. En er hangt ook een echte Stradivaar-prijs aan vast. 60.000 frank, als je het iemand vraagt. Nu blijft onze arme straatmuzikant nog nooit 60.000 frank bij elkaar te hebben gezien. Als hij alle zakken van zijn schamele jasje zou nakijken, dan zou hij misschien ook en al 60 centimen bij elkaar vinden. Hij blijft echter maar staren, met het verlangen in de ogen. En vrij onverwacht hoort hij een stem. Een diepe, fluisterende stem, die God weet waar vandaan komt. Ga naar het station, zegt die stem. Hij kijkt ontsteld om zich heen, de arme straatmuzikant. Maar er is niemand te zien in de straat. Er loopt zelfs geen kat. Toch is de diepe, fluisterende stem daar terug
En die zegt nog met meer aandrang, ga naar het station. Nu ja, denkt onze arme straatmuzikant, ik heb toch niets om handen. Ik kan maar best eens tot aan het station lopen. En kijk, op weg erheen schopt hij tegen een portefeuille aan. En daar blijkt 5000 frank in te zitten. Het is natuurlijk nog niet voldoende om maar de Stradivari mee te kopen. Maar terwijl hij de 5 briefjes natelt, hoort hij weer diezelfde diepe, fluisterende stem. En die zegt nu, ga nu naar de paardenkoersen. Waarom zou ik niet, denkt de straatmuzikant. En dus wandelt hij ook maar naar de paardenkoersen toe. En daar zegt steeds diezelfde diepe, fluisterende stem, zet nu uw 5000 frank op King Lear. Hij aarzelt, want je gooit niet zomaar 5000 pop weg als je die zojuist eerlijk hebt gevonden. Maar de diepe, fluisterende stem zegt, gauw nu, haast u. En dan komt King Lear de eerste aan en wint hij 60.000 frank. Ja, echt, de hele fantastische som wordt hem zomaar in de handen geduwd. En dan zegt dezelfde diepe, fluisterende stem, ga nu maar gauw je Stradivari kopen. Nu zeg, dat laat hij zich in 2 maal bevelen. Hij gauw naar die muziekhandel toe, waar hij de 60.000 frank met het gebaar van een petroleumkoning op de toonbank gooit en zegt, geef mij die Stradivari. En dan komt hij met de viool in handen op straat, maar met de sneeuw die er ligt. Wat voor een weer blijft dat toch? Glijdt hij uit en slaat hij met een viool een smak tegen de straatstenen aan. Plets, krak, boem. En de viool is op stuk als wat. En dan zegt die diepe, fluisterende stem, dat is spijtig.